Deze week in Nieuwsronde. RTV Rondvenen gaat van start. Politiek Café in de boei. Week van de alfabetisering. De allereerste skateathlon. En de feestweek in Abcoude. Afgelopen zaterdag was het zover. Midpoint en Rosa gaan verder als RTV Rondvenen. Om 12 uur precies lanceerde burgemeester Dievendal de nieuwe omroep. Dit is het Novum Nieuws. Ik ben Gert-Jan Keller. Midpoint FM en TV en Rosa FM TV hebben de fusiebespreking afgerond. Per vandaag gaan de omroepen samen verder als RTV Rondvenen. RTV Rondvenen brengt actueel onafhankelijk nieuws, lokale informatie en entertainment voor de inwoners van de gemeente. Over enkele minuten is de officiële lancering van de omroep. Om 12 uur precies zal burgemeester Maarten Dievendal het station lanceren. Aansluitend wordt er 3 uur lang live radio en tv vanaf het Raadhuisplein in Meidrecht gemaakt. Om 3 uur wordt er overgeschakeld naar Abcoude om live de laatste middag van de Abcoude PSP. Midpoint Rosa, het is toch wel mooi hoor, na een jaar toch RTV Rondvenen. Ja, zou ze over nagedacht hebben, de RTV Rondvenen. Nou mooi. Burgemeester, het is tijd. Dat is goed. Goedemiddag hier op het Raadhuisplein in Meidrecht. We zijn hier, RTV Rondvenen. Het is vannacht om 12 uur begonnen. Mijn naam is Remco ter Haar. Ik ben de oud-programmaleider van Rosa FM aan de andere kant van de A2. Waar wij samen met onze collega's van Midpoint nu RTV Rondvenen zijn. Naast mij, nou we gaan ze eigenlijk even voorstellen. Wilco. Mijn naam is Wilco Jager. Ik ben de oud-programmaleider van Midpoint aan deze kant van de snelweg. En u bent getuige vanmiddag van de start en de kick-off van de nieuwe omroep hier in de gemeente De Rondvenen. RTV De Rondvenen. Welkom allemaal. We gaan een leuke vullend programma tot aan 3 uur maken hier vanaf het Raadhuisplein. Daarna gaan we over naar Abcoude, want daar is het feestweek. Dus het wordt heen en weer schuiven, pendelen met allerlei soorten verbindingen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Wij hebben aan de linkerkant 2 gasten. Ja, 2 gasten. En niet de eerste, de beste. Mag ik u voorstellen aan onze nieuwe voorzitter van RTV Rondvenen, Manja van Buul. Kom er maar even bij. Manja, nieuwe voorzitter van RTV Rondvenen. Waarom heb je gekozen om deze vrijwilligerstaak op je te nemen? Omdat ik het een hele mooie uitdaging vind dat er 2 prachtige omroepen samen zijn gegaan. En om te kijken of we daar met z'n allen weer een heel mooi geheel van kunnen maken. Super. Heb je enige ervaring in het radio- en tv-wereldje? Meestal aan deze kant van de microfoon, vrees ik. Ja. Oké. Nou, dat is een mooie uitdaging om ook eens aan deze kant van de microfoon te staan. Fantastisch dat je het wilt doen. En dat we jou als nieuwe voorzitter hier mogen verwelkomen. Ik maak ook nog even... Ja, nee, sorry. Ja, tuurlijk. Oh, sorry. Woord aan jou. Ja, ik wil graag toch even aandacht voor het feit dat alle medewerkers die op vrijwillige basis voor beide omroepen werken, de afgelopen jaar ontzettend hard hebben gewerkt om zover te komen als waar we nu staan. En daar wil ik eigenlijk een heel hartelijk applaus voor. Nou, applaus voor het tot stand komen van de omroep, dankjewel. Erika, mag ik jou ook even erbij vragen? Dames en heren, Erika Speel, de wethouder, verantwoordelijk in ieder geval voor de hele media gebeuren, ook rondom het RTV Rondvenen. Erika, vraag aan jou, hoe was het om van min of meer de zijlijn het hele fusieproces te volgen? Dat was bijzonder. Het ging niet helemaal van een leien dakje. Wat ik het meest opvallende vond is dat media mensen zo emotioneel zijn. En daar zijn we wat hobbels genomen om het iets zakelijker te krijgen. En ik ben heel blij dat we hier nu staan en met een prachtig programma. Ja, die passie die komt elke keer weer naar voren. Dat is ook wat wij ervaren hebben. Nu een nieuwe start. Ik denk dat we voornamelijk gefocust zijn op een gezonde en goede samenwerking. Ja, absoluut. En ik heb gisteravond al stiekem even zitten kijken. Jullie zijn al een beetje vooraf begonnen. Was jij dat? Ik was die ene, ja.
Maar we, ja, jullie maken gewoon waanzinnig mooi goede programma's. Ja. Dus daar zijn wij als gemeente ontzettend blij mee. Ga zo door, okay. Met z'n allen. Nou, dankjewel. Ja, ik vind het ook ben ontzettend trots om hier te staan. Zeker met mijn directe collega Remco. We hebben voor jullie een bloem. En dank jullie wel voor jullie inzet, hulp, in ieder geval langs de zijlijn. En Remco, ik zou zeggen, zet de eerste plaat maar in. Dankjewel. De eerste plaat, die hebben we al gehad hoor, Star Me Up. Nou, dan doen we de tweede. Die is alom gekozen, een paar weken geleden, toen we hier in een partycentrum waren met z'n allen. En toen kon iedereen dus een blaadje invullen met zijn favoriete nummer. Wat hij als medewerker van de omroep als eerste plaats zou horen. Start Me Up was het van de Rolling Stones. Ja, en dat is gelukt. En dat is helemaal gelukt. Die zal je schuifje even openzetten, dat is wel handig. Dan hoor je hem ook nog, ja. Oké. Okay. Heel toepasselijk om even mee te beginnen, want the sun is up. Dat geldt ook voor ons, van RTV Rondevenen. Welkom op het Raadhuisplein hier in Meidrecht. Het is een gezelligheid alom met allemaal kraampjes. Dus als je zit te luisteren aan de radio, kom gezellig hierheen. Ook in de Rondeveen is het verkiezingstijd. Afgelopen woensdag werd in de Boei in Vinkeveen een debat georganiseerd door de VVD, PvdA en het CDA. Drie Tweede Kamerleden, Anoushka van Miltenburg van de VVD, Roos Vermeij van de PvdA en Marieke van der Werf van het CDA, gingen met elkaar in debat. Een van de onderwerpen was het Groene Hart. En niet een hek door dit gebied, want dit is een gebied wat werkt. Dit is ook een gebied wat moet blijven bewegen en moet blijven bouwen. Weet je wat ik denk? Er is nog wel een ander probleem. Ah, er is nog een probleem. Er is ook een ander probleem. Kijk, wij hebben natuurlijk ongelooflijk veel verschillende ruimtelijke ordeningregelingen in Nederland. En daarin mag iedereen ook naar hartelust bezwaar maken tegen allerlei dingen. En dat zijn soms hele langlopende procedures. En wat krijg je als verschillende gemeenten op enig moment wel tot een vergelijk ergens over kunnen komen? Dan wordt één van die drie bijvoorbeeld gemeentes geconfronteerd met zo'n procedure. De andere niet. En dan zie je dat die dingen weer uit elkaar vallen. Dus waar wij voor pleiten is dat al die ruimtelijke ordeningwetten, dat die bij elkaar geveegd worden in één omgevingswet, waarbij duidelijk is voor alle betrokkenen, de mensen die er wonen, de mensen die er ondernemen en de mensen die er besturen, wat er wel kan en wat er niet kan. Daar kunnen dan de belanghebbenden, dus niet een natuurorganisatie uit Wageningen, maar alleen de belanghebbenden, kunnen daar bezwaar tegen maken. En dan breng je bestuur, ondernemers en inwoners, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor, dicht bij elkaar. En dan helpen wij als Rijksoverheid ongelooflijk om dat op een goede manier ook bij elkaar te kunnen houden. Want nu is dit echt een heel erg groot probleem. Die structuurvisie is één ding, maar dit is echt een concreet probleem. Voordat we verder gaan, noem eens gewoon een voorbeeld. Dat praat makkelijker. Neem bijvoorbeeld de waterskibaan. Er zijn bijvoorbeeld hele leuke Daar heb ik net een villa gekocht. Ik wil geen waterskiën voor mijn deur. Nee, een waterskibaan met bijvoorbeeld een lier die elektrisch gaat, is niet nodig. Dat is in Benidorm. Heel mooi. Ja, maar dat zou hier in Vinkeveen niet misstaan. Daar kan een recreatie, iemand die een recreatieondernemer goed geld mee verdienen. En dat is leuk. Maar wij hebben het hier ook wel nodig. Want als je waarom moeten zij helpen, die drie, om dat te realiseren? Ja, maar als de provincies dat niet willen verruimen, dan vraag ik wel aan Den Haag of zij dat voor ons willen opleggen. Er zitten natuurlijk hele strikte regels, zeker in de Natura 2000. En die kun je vanuit het Rijk, daar kun je zeggen van wat de oprekking is. We willen geen nationale koppen daarmee op. Dat kun je natuurlijk wel doen vanuit het Rijk om te helpen bij de zaken die u hier wilt. Ja, wij hebben hier in het Groene Hart een of andere windmolen die het uitzicht enorm verstoort. En dat is juist de gemeente hier met de slappe knieën. Want de ondernemer die zegt, anders ga ik naar de volgende gemeente met mijn bedrijf. En dus zegt de gemeente, nou dan moeten we die windmolen wel accepteren. Maar dat is natuurlijk niet echt iets voor het Groene Hart. Maar er wordt gezegd, stap dan naar je gemeenteraad. Ja, maar die kijkt naar dat bedrijf wat ze graag willen maken. Ik wil nu wel een lans breken voor politiek. Je hebt in een gemeente of in een provincie of in een land, dat maakt helemaal niet uit. En ook in de EU zelfs heb je heel veel verschillende opvattingen. En het is nou het werk van een volksvertegenwoordiger om al die belangen te inventariseren en ook kruisverbanden te leggen. Want het is voor alle inwoners goed als een molen geld oplevert. Want dan is er misschien weer meer geld om een leuke school te bouwen. Dat soort afwegingen moet een politicus maken. Dat is het werk van volksvertegenwoordiger. En daarom wil ik graag opnieuw gekozen worden op 12 september. Lijst 1, nummer 4. PvdA voor mij.
kies 12, september 12. Lijst nummer 2. Ja, maar nu even ook... Maar, ook college à la van Miltenburg. Het moet echt lokaal besloten worden. Oké. Maar ik heb... Maar ik heb nu Even afronden, dan gaan we weer naar het CDA. Dat is gezellig. Oké, nu gaat het... Energiewoordvoerder gaat zeggen dat het op provinciaal niveau ligt. Dus ik dan gaan we de windmolen doen. Rustig. Dat is nou het leuke van die dorpse lokale meetings. Ze zijn eigenlijk veel leuker dan in Carré. Er komt ineens een oud-wethouder. Die profiteert van zijn wachtgeld en valt Kamerleden aan. Bedankt voor het college. Ik had jullie al gezegd van... deze dames gaan voor een interessante verkiezingsmeeting. Die hebben wij hier nog nooit gehad in deze regio, kan ik vertellen. Maar er wil iemand afsluiten. Dus ik trek mij schielijk terug achter een biertje dat hopelijk ergens klaar staat. Deze week is het de week van de alfabetisering. In heel Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen laaggeletterden... waarvan 2/3 een Nederlandse achtergrond heeft. Dus ook in de Ronde Venen zijn er mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven. Cor van Soest is een van hen. Ik denk dat je dan heel veel mist nog. Dat weet ik niet, maar je mist nog wat voor mijn eigen. Wat mis je dan? Wil je toch nog weer een opleiding gaan doen? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Je wil het zelf graag lezen, maar het gaat gewoon niet. Dat is het probleem juist. Ja, dus die drang die bestaat wel. En waar ik eigenlijk op doelde, hoor, want we hebben net al even een voorgesprekje gehad. Je zei, ik wil eigenlijk graag monteur worden. Automonteur, of zei ik dat verkeerd? Ja, automonteur, ja. En je vertelde me ook, na technische inzichten heb je zat. Maar ja, er moet toch wat gelezen worden. Er worden orders en die binnenkomen. Er moet een band gemaakt worden, maar ja, moet je wel kunnen lezen. Want dat is eigenlijk jouw wens, hè? Of jouw droom, hè? Automonteur worden. Dat is mijn droom, nog steeds. Carla Giegengak is projectleider op het ROC Midden-Nederland. Veel mensen schamen zich dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven. De stap om naar de lessen te komen is groot. Nou, wij richten ons vooral eigenlijk op omgeving van mensen die laaggeletterd zijn. Want bijvoorbeeld een advertentie in de krant of een stukje... Kunnen ze niet lezen. Dus je hebt eigenlijk omgeving van laaggeletterden nodig. Dat kan zijn een werkgever, dat kan zijn familie, dat kunnen buren zijn. Dat kunnen allerlei soorten mensen zijn. En die willen we goed informeren over de problematiek, de omvang van laaggeletterdheid. Want... dan hopen we eigenlijk dat zij in hun omgeving op zoek gaan naar mensen die daar moeite mee hebben. En ook dan goed kunnen doorverwijzen. Want er zijn in heel Nederland cursussen voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Die cursussen zijn echt speciaal gericht op volwassenen. Dus dat zijn geen kinderachtige boekjes. Hoe gaat zo'n les? In principe beginnen we eigenlijk met... We zijn 10 mensen in de klas. En probeer eerst de namen onthouden. In zo'n rondje. En in principe daarna krijgen we hakken en plakken noemen we dat. Heel raar woord, maar dat is gewoon woorden aan elkaar plakken in principe. Dus, en de juffrouw zegt dan een woord en moeten wij het van elkaar afhalen. De letters. En is het moeilijk voor je? Ja, hoe langer het woord, hoe moeilijker het wordt, ja. Ja. Hoe is de samenwerking met je andere studenten? Goed, ja. Heb je het ook gezellig met elkaar? Ja, ook, ja. Landelijk is er deze week heel erg veel aandacht voor laaggeletterdheid. Maar alle acties, alles wat we doen, staat in het teken van meer volwassen mensen op een lees- en schrijfcursus zien te krijgen. Cursussen worden overal in Nederland gegeven. Hier in de provincie Utrecht is dat ROC Midden-Nederland. Maar in alle andere provincies zijn er weer andere ROC's. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij mensen thuis die cursus aan te bieden. Zodat in ieder geval die drempel niet hoog is. Wethouder samenleving Erika Speel legt uit hoe het met de laaggeletterdheid in de Ronde Venen is.
We hebben daar geen cijfers van. Mensen melden zich niet. Die zeggen natuurlijk niet of ze wel of niet kunnen lezen of schrijven. Dus dat weten we niet. Ik weet wel, we hebben de afgelopen tijd wat onderzoeken gezien van mensen die werkloos zijn en opnieuw door de hele molen zijn gegaan. En toen bleek dat toch wel een groot deel daarvan geen werk had omdat ze niet konden lezen en schrijven. Dus bijvoorbeeld werkinstructies niet kunnen lezen. En toen dacht ik, toen kwam de week van de alfabetisering eraan. Ik denk, hoe makkelijker is het? We hebben hier de cursussen. Iedereen kan zich aanmelden. Vervolgens kun je aan het werk. Wij willen heel graag dat iedereen aan het werk kan. Dat iedereen een leuk leven heeft. En als je kunt lezen en schrijven, dan heb je gewoon een leuke leven. Dus neem de stap, meld je aan en leer het. En wie betaalt dat? Hier in de Ronde Veen? Dat betaalt de gemeente. Die betaalt, dus iedereen kan zich opgeven. Dus die drempel bestaat er in ieder geval niet? Nee, die drempel is er niet. Iedereen die naar aanleiding van dit denkt, ik wil leren lezen en schrijven, meld je alsjeblieft aan. Wat wil jij zeggen tegen de mensen om toch die stap te gaan nemen om toch nog op latere leeftijd te leren lezen? Ik denk niet je eigen schamen erover. Ja, en gewoon komen. Er zijn genoeg scholen in principe die het doen. Zelfs aan mijn werk doen ze het. Dus. Wil je leren lezen en schrijven? Bel dan nu 0800 023 4444. Voor het eerst werd op zondag 2 september een skateathlon georganiseerd. Door heel Wilnis was een parcours uitgezet voor de skateathlon, een variatie op de triathlon. Deelnemers in verschillende leeftijden moesten achtereenvolgens hardlopen, wielrennen en skileren. RTV Ronnevenen zond de wedstrijd live uit op radio en tv. Erik-Jan Spijkerman werd winnaar van de heren en Mariska Huisman sleepte de eerste titel bij de vrouwen in de wacht. Wethouder David Molenburg reikte de prijzen uit. Organisator Kevin Regeling van Skating Link denkt dat het evenement volgend jaar zeker weer georganiseerd zal worden. Deze week is het de week van de alfabetisering. In heel Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen laaggeletterden waarvan 2/3 een Nederlandse achtergrond heeft. De feestweek van Apkoude is voorbij. Met een prachtig vuurwerk kwam een einde aan de 100ste verjaardag van het feest. Op zaterdagmiddag zat de stemming er goed in. Prachtig weer, gezellige muziek en bier bleken de ingrediënten van de afsluitende middag. Ik ben de dorpsomroeper van Apkoude. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik alle festiviteiten van tevoren omroep. Ik heb daar een bord aan mijn fiets hangen. Dan luid ik eerst eventjes de mensen wakker. En dan roep ik door mijn prater. Dan roep ik... Heden, boeren, burgers en buitenlee, zal om 14:30 de aanvang beginnen van het Apkouder Yes Festival. Niet iedereen schijnt het te waarderen. Nee, niet iedereen is daar leuk mee. Maar ik bedoel maar, de meeste Apkouwers die vinden deze feestweek het einde. Wij bestaan namelijk 100 jaar. In de Hoogstraat stond het vol met mensen die genoten van de verschillende muzikale optredens van onder andere Zeemanskoor Ahoy en de band van de Eerste Liefdesnacht.